Jezus leeft, Jezus leeft. Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan. Oh! Dag Florens. Zo. Hallo. Goeiedag. Hallo. Hoe is het? Ja, gaat goed. Ja? Gaat goed, ja. Hey, mooi zo. Ja, we staan hier voor degene die een verkiezingsuitslag heeft gekregen die niet per se heel erg positief voor je was. Jezus leeft, geen zetel. Hoe nee, voel je ja. Je? Ja, dat is jammer. We hebben wel deze zetel. Op het showfond natuurlijk. Ja. Ik heb een functie elders. Dus, Want hoe zou Jezus kijken nu naar deze situatie met bijvoorbeeld Pieter Omtzigt? Nou, ik geloof dat Gods hart is altijd vol van rechtvaardigheid. Dus God wil dat het recht zal zegevieren. Maar dat is ten dele hier op aarde. Er gebeuren zoveel dingen. Erger dan met Pieter Omtzigt, die gewoon niet goed zijn. Hij heeft de beste oplossing. En dat is? En dat is het paradijs. Ja, maar dan moet je dus eigenlijk gewoon doodgaan. Nou ja, goed. Ieder mens gaat een keer sterven, ja. Maar heeft het dan wel zin wat we hier doen op aarde, als het eigenlijk toch helemaal totaal geen toegevoegde waarde heeft, want het paradijs is daar? Nou, het heeft wel degelijk zin, want het gaat er nu om, hoe ga je ermee om? Ja. Kom je echt tot jezelf en zie je van, ik ben een zondaar en ik heb Jezus nodig? Of ga je eromheen draaien en zeg je, ja, ik was het gewoon vergeten? Denk jij dat Mark Rutte Jezus nodig heeft? Ieder mens heeft Jezus nodig. Maar zeker Mark Rutte nu. Maar ieder mens heeft Jezus nodig. We maken allemaal fouten. Mm-hmm. En wat juist de politiek nodig heeft in deze tijd, is de boodschap van Jezus Christus. Ja. En daarom zijn wij ook als Jezus leeft natuurlijk mee gaan doen, omdat we die boodschap willen brengen. Ik heb een schep voor je. Ja. Dan kan je gelijk aan het werk. Je hebt bijvoorbeeld ook op je busje heb je het paradijs is beloofd aan ieder die in Jezus gelooft. En Jezus maakt alles nieuw. Maar is Jezus niet gewoon waanzinnig lui? Want hij zit hier toch niet het werk te doen? Dat doet toch jij? Nou ja, goed. Dat is een punt. Ik begrijp wel dat je het zegt. Ik zou het zelf niet zo zeggen. Alleen, God is in die zin ons voorgegaan. Jezus Christus is mens geworden. Naar deze aarde gekomen. En er is niemand die zo geleden heeft als hij. Er is niemand die zo volmaakt heeft geleefd als hij. Ja. Dus, ja, maar dat, het is niet de bedoeling dat je hier gaat scheppen. Oh. Kijk, als Jezus leeft en Jezus is gestorven voor onze zondes, is hij dan ook gestorven voor Mark Rutte's zondes? Jezus is gestorven voor alle mensen. Okay. Dus hij is naar deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Dat geldt voor Mark Rutte. Maar wat Geert zou Mark Wilders Rutte kunnen doen dan om zeg maar deze zondes, moet hij dan gewoon biechten en gewoon 3 keer Heilige Maria zeggen? Nou ja, wij geloven absoluut niet in de leugens van de Rooms-Katholieke Kerk. Okay. Dus Mark Rutte moet gewoon bidden? Ik hoop dat hij dat doet. Ja. Als Mark Rutte jou nou zou bellen voor advies, wat zou je hem dan geven? Nou, ik zou hem graag advies geven. Kijk, ze zijn nu allemaal natuurlijk bezig met een nieuwe informateur. En wat ik jammer vind, is dat altijd iemand is die vooral bezig is in de politiek. Ja. Je moet het een beetje in de hoek werken. Maar wat ik eigenlijk altijd leuk vind tijdens het werk, is liedjes zingen. Liedjes zingen? Vind jij dat ook? Welk liedje heb jij? 3, 2, 1. Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. Oké, nou dat scheppen is leuk. Ja. Maar ik vind het ook wel leuk als je me misschien heel even het zwaardere werk laat doen. Dus bijvoorbeeld zo'n ding rijden, is dat een idee? Wat voor ding rijden? Nou ja, zoiets. Oh. Hier. Godsamme. Ho, ho, ho. Oké, waar moet ik heen? Ho, ho, ho. Ho, maar. Ho, ho. Dat gaat niet goed. Maar ik wil scheppen. Nee, je bent niet geslaagd. Ben ik niet geslaagd? Scheppen. Maar ik dacht dat je me zou vergeven voor mijn zondes.